Wat doe ik in Parijs met Puma? Wommels Held, die gaat dus ook naar dat event. En ik word dan geïnterviewd. Dit is een live update about me. De enige echte Pamela Reeve. Ik ga haar ontmoeten. Bonjour! Een paar weken geleden ging ik met mijn protein naar Manchester en nu ben ik gewoon met Puma in Parijs. En waarom ik in Parijs ben met Puma is omdat ik met hun nu voor de aankomende maanden een samenwerking heb lopen. Echt, ik ben helemaal excited over deze samenwerking. Maar daarnaast, wat doe ik in Parijs met Puma? Nou, we kwamen hier dus om 12:30 aan en toen hebben we lekker geluncht bij een zaakje. Echt super schattig was. Ja, gewoon echt ultiem Parijs gewoon. En daarna zijn we gewoon lekker de stad ingegaan, een paar winkeltjes bezocht. Morgen is dus die day waarom we hier zijn. Want morgen hebben we dus een event met de enige echte Pamela Reeve. Ik ga haar ontmoeten en ik ben echt super excited, want ik volg haar echt al. Precies dat ik me kan herinneren dat ik überhaupt op Instagram zit. En dat is dus morgen en ik vind het wel echt heel erg spannend, want er komen ook heel veel andere influencers van Europa. Maar ja, ik ben echt helemaal excited. Ja. Ik ben weer echt heel blij. Ik ben elke video echt zo blij over, maar ja. Het is wel een beetje dreams are coming true, you know? Ja. Dus vandaag was eigenlijk gewoon weer een beetje vrije tijd, elkaar leren kennen. En nu moet ik in 10 minuten klaarstaan voor het avondeten. Ik heb nu ook niet zo heel erg veel bij me. Tot morgen gaan we weer terug. Ik heb hier mijn tas met al mijn Puma spullen. Natuurlijk weer een Claire W. Wait a minute. Ik moet het met jullie wel delen. Want deze week is het Impact Week bij mijn protein. En de Impact Week houdt in dat je van 1 tot en met 12 september... Hoor, 12 september. 12 volle dagen. 35% korting krijgt met mijn code. Als je bij het bestellen de code Michelle invoert, krijg je lekker 35% korting. Mocht je vragen hebben natuurlijk over producten, kan je die dan gewoon aan mij stellen. De vegan proteïne water is echt mijn fave. Gewoon voor de cafeïne die erin zit, vind ik gewoon heel erg chill. Er zit geen suiker in. 6 gram eiwit. Vegan. Dus dat is top. Ja, natuurlijk dus Clear Way zakkie. Nou, tandborstel en medicijnen. Ik heb dus superleuke producten van Puma. Alleen die zitten nog allemaal in zakjes. Maar dat moet ik morgen allemaal aandoen, dus dat ga je morgen zien. Maar morgen op het event gaan we dus een super intensieve training doen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben benieuwd of ik kan volhouden, want hij schijnt heel intens te zijn. Ik ben al gewaarschuwd, maar hè, we can do that. Ja, ik ben niet echt bang of zo, maar het is best wel veel hit. Zwaar, intensief. Je hebt volgens mij niet zo heel veel tijd om te rusten. En soms kan ik hebben dat mijn heup met mijn reuma gewoon op blokkade gaat. Dus ik hoop niet dat ik van die momenten krijg dat ik denk van, oh shit, ik kan het niet bijhouden. En dat ik even wat trager over doe, omdat soms houdt hij me even tegen. En al gebeurt het wel, ja, so be it. Weet je, dan moet ik eventjes wat rustig aan doen tussendoor. Maar van binnen ben ik gewoon echt geen opgegeven, want ik heb de conditie. Ik vind het leuk om te doen. Ik wil het allemaal bijhouden, weet je wel. Maar ja. Die zegt soms gewoon even no. Dat is echt heel lekker. Ik wil er altijd zo ultiem van genieten. Oké. Ik ben alweer veel te lang aan het lullen. Ik ga me even klaarmaken.
Ik moet echt haasten, want ik neem jullie vanavond lekker mee. Morgen hoop ik zoveel mogelijk te kunnen laten zien. Nou, dit is de look. Ik heb hier een fit jeans flared broek. Dit is echt super chill. Oh, trouwens, de short die ik vanmiddag aan had was ook van fit jeans. Ik ben, ja, draag alleen maar broeken van fit jeans. Maar wat ik helemaal ben vergeten te zeggen. Ik ben nu dus ook met Woman's Health. En ze hebben ook zo'n goodie bag gegeven met lekkere snacks erin en magazines. Echt super leuk dat ze mee is. En echt, ik vind het echt super spannend. Maar Woman's Health die gaat dus ook naar dat event. En ik word dan geïnterviewd. En ik vind het zo spannend. Maar komt helemaal goed. Oh, ik word gebeld door mijn manager. Ik moet nu echt gaan. Ciao. Nu beter. En we hebben nu vorige keer Eu já sei remar contra a maré. Ik heb wel lekker veel gelopen. 15.000 stapjes. Zo, ik heb net lekker gegeten. Ik had een truffelpasta. Vooraf je zo'n burrata. Burrata. Dat was mijn first time en het was really good. En daarna had ik een XXL crème brûlée met twee andere gedeeld. Daarna heb ik wel even een koffietje genomen. I know, het was eigenlijk best wel later voor, maar ik had er trek in. Zoals jullie zien heb ik dus trouwens mijn vlecht weer. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen vanmiddag. Ja, ik moest zo erg haasten. Ik heb vrijdag een event en daarvoor wil ik mijn haar weer anders. Dus we hebben nu gewoon even snel twee van deze vlechten. En met zo'n klein vlechtje ernaast. Oh ja, en ze heeft hier maar zo'n ringetje bij gedaan. Zoals jullie weten wilde ik na die twee invlegsessies die ik heb gehad deze zomer me gewoon focussen op mijn krullen. De vlechten die ik heb gehad, die hebben mijn haar echt super erg beschermd. En ja, sommige mensen zeiden tegen me van zeg maar bye bye tegen je krullen, maar ik heb nu nog meer krullen dan voorheen, dus ik vond het haar nu eventjes heel makkelijk, want morgen gaan we natuurlijk trainen met Pamela Rief. Super intens en dan met mijn krullen, ja, ik vond het gewoon niet zo chill en ik vond het gewoon even handig als ik het dan vast had, dus that's the reason why. Waarom praat ik altijd in Engels? Irritant. Trouwens, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar oeh, the girl heeft wenkies. Ik heb een shit, hoe heet het nou? Browlift? In ieder geval, ja. Ja, het is een browlift. Ik heb dus een browlift laten zetten. En ze heeft dus al die haartjes omhoog gedaan. En toen heeft ze het ook nog geverfd. Niet te donker, maar gewoon... Want ik heb van mezelf hele donkere wenkbrauwen. Maar daardoor lijkt het nu echt veel voller. Ik ben echt helemaal verliefd. Ik vind echt dat wenkbrauwen gewoon de nieuwe wimpers zijn. Ik kan prima zonder mascara buiten de deur. Met goede wenkbrauwen, maar zodra ik mascara op heb met kale wenkbrauwen... Dan voel ik me gewoon nog steeds make-uploos. Voor iedereen anders waarschijnlijk, maar ja. Dus ik had gisteren echt een hele me-time voordat ik hier naartoe ging. Ik liet ze eerst mijn wenkbrauwen zetten. Toen ben ik naar de kapper gegaan en daarna had ik nog een coachingsgesprek. We hebben het gehad over mijn werk, hoe ik daarmee omga en met die stress, druk, alles daaromheen. Dingetjes waar ik tegenaan loop op dit gebied. En eigenlijk gewoon over alle hele ver diepe dingen waar ik mee zit, zeg maar. Waar ik altijd een beetje vaag over ben bij jullie, maar ja, ik kan... Die privé situatie, daar kan ik gewoon niet te veel over zeggen. Nu nog niet. Maar ik heb nu dus iemand waarmee ik daarover ga praten. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik had het echt heel erg nodig. Dus ja, dit is een live update about me. Weer in het Engels. Have this feeling. Haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping. Caught
me off my guard, 'cause you're in my space and now I'm so. Oké, guys, ik ben net helemaal niet op de foto geweest. Oh, ik was echt super nerveus. Ja, uiteindelijk stond ik gewoon naast haar. Heb ik haar aangeraakt. Het is gewoon een persoon, maar ja, het is toch wel een werkje of zo. Maar ik vond het zo tof dat ik net gewoon op de foto en alle promotiefilmpjes gewoon naast haar staat. Gewoon, ja, het was echt heel erg tof. You withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall. And every time I trip, it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling down, you're just not there, making sure I'm okay. And don't you get it slower? And we're moving into the jump. Then when you get slower, you're going to transfer and go. Zoveel om me heen dat ik soms even niet weet wanneer ik die camera moet pakken of moet praten. Ik hoop dat de video een beetje duidelijk is qua wat hier allemaal gebeurt en wat ik allemaal doe. Beetje chaotische vlog. En echt super leuk. Ik zat helemaal vooraan bij de training. Heel erg leuk. Ik werd ook helemaal mee meegetrokken. Maar het was echt intens. Het was echt zwaar. Want dat soort trainingen doe ik normaal niet. En dit was echt ultieme uithoudingsvermogen. En ja, heb je mijn schouders die gilden echt. Ik zat helemaal op te trillen op het eind toen we gingen planken. Dus ik deed een plank challenge. Maar ik was na 1 minuut. Na het event gingen we weer terug naar het hotel om ons klaar te maken voor de terugreis. En in die tijd had ik dus ook mijn interview met Women's Health. Echt een droom die voor mij uitkomt om mijn verhaal en doel met de rest van Nederland te kunnen delen. Uiteindelijk wil ik namelijk ook iedereen kunnen helpen met hun voeding, beweging en meerdere doelen. En dit vond ik echt een super mooie kans om meer meiden te kunnen bereiken. Het interview staat 6 september online op de website van Women's Health. En ik ben echt super benieuwd wat jullie ervan vinden. Let me know in de comments. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!